interessante interviews gegeven, joh. Ja, ik heb het ook. Ja. Karim Bali, 5-3 verloren van de kampioen van Azerbeidzjan. Vertel eens even. Ik denk dat we vandaag vooral van ons eigen verloren hebben. Als je ziet, eerste helft, we creëren meer kansen. En hun scoren denk ik, 3 keer op onze fout. Dan zie je dat ze meer benutten, professioneler zijn. Ja, eerste helft was jij ongrijpbaar voor de spelers van Azerbeidzjan. Volgens mij ben je wel 80 mannetjes voorbij gegaan. Je had het op je heupen vandaag. Ja, spijtig. Benutten we al onze kansen niet, die creëren we. Ik zeg het nog eens, ik heb goed gespeeld, maar als je de kansen niet benut, ja, dan verlies je zo'n wedstrijd. Ja, je speelde goed, verlies, dan heb je toch een bitter gevoel denk ik aan zo'n wedstrijd, want er had meer in gezeten, 5-3 verlies. Natuurlijk, als je ziet, tweede helft zitten ze wat meer druk, we pressen ze op hun eigen helft en dan zie je dat we nog denk 20% meer kansen creëren. Dan dwingen wij hun om fouten te maken, gelijk dat ze de eerste helft voor ons hebben gedaan. Ja, de eerste helft, genoeg kansen, maken wij het niet af, komt 4-1 achter. Wat hebben jullie gezegd in de rust? Was het geloven nog wel een goed resultaat? In de rust hebben we gezegd dat we niet slecht bezig zijn, maar we hebben gewoon duidelijk gemaakt dat zij kansen moeten creëren. Dat zij moeten scoren aan de kansen die zij creëren, niet door onze fouten. Gelijk eerst zelf misschien 2-3 keer gebeurt. En de tweede helft gebeurt dat niet, en dan zie je dat we makkelijk terug in de wedstrijd komen. Ja, op het einde zit er gewoon een stunt in. Als je die vrije trap die je binnenschiet met 4-3 en dan fouten last 5 overtredingen. Dus iedere overtreding een 10 meter. En ja, dan spelen ze het op het laatst toch wel goed uit. Hè? Spelen het goed uit en blijven denk ik ook cool. En blijven voor hun goal heel rustig tikken. Dan zie je dat ze echt professioneel zijn en dat ze meer trainen dan ons. Maar ja, het gat is groot qua budget en qua professionalisering. Maar vandaag was het op veld het gat niet zo groot, vond ik. Dat weet ik ook, maar dan zie je ook dat onze spelers nog zoveel kwaliteiten hebben. En nog, dat er nog zoveel rek in ons team zit. En ik denk dat we ook misschien moeten durven wagen om de stap naar de professionaliteit te zetten. Ja, want wij spelen de wedstrijd eigenlijk met 5-6 personen. Eerste helft was je grandioos, tweede helft dan denk ik dat de krachten bij jou ook wegvloeien, of niet? Ik denk dat ik vandaag 37 of 38 minuten heb gespeeld en dat ga je nou gelijk zien met Barcelona of die Gruding. Ze gaan allemaal 5 minuten erop, eraf, wisselen constant. En ik denk dat zij met 12 topspelers zitten en wij misschien met 3 of 4. Morgen FC Barcelona, dat is denk ik de wedstrijd van het jaar, misschien wel zelfs van je leven. Ik bedoel, je hebt veel goede mooie wedstrijden gespeeld, maar dit is toch wel een hele mooie. Gaan we weer een uitblinkende Bali zien of zijn je krachten nu weg? Ik hoop het en ik hoop dat we onze kansen allemaal gaan benutten en dat we er een schoolwedstrijd van gaan maken. Vandaag gaat er 60 man op tribune, morgen 150 uit Eindhoven. Ja. Heb je daar iets van meegekregen? Natuurlijk heel veel steun en ik wil al die mensen bedanken en ook de mensen die morgen gaan toekomen ook bedanken. Nou, ik wil namens mezelf, maar ook namens de kijkers thuis jou bedanken voor de grandioze wedstrijd die je vandaag hebt gespeeld. Oké, tot morgen. Dankjewel.